Ja, dat is niet waar. Denk je? Let maar op, ja. Echt man. Hele grote, hè? Ja, die denk ik wel. Oeh, wat een mooie. Even die mooie stukjes. Goed toch? Koppie, hè? Leuk man. Yep. Hap, hap. Het is helemaal donker, joh. Weer een mooie tijd, man. Hoi. Ja, tuurlijk. Lekker. Ik heb gescheurd, jongen. Wat zeg je? Ik heb gescheurd, jongen. Ja. Ik zal het maar niet zeggen, maar ik wel te hard gereden. Je hoeft niet tanken, schat. Je hoeft niet te tanken, schat. Nee. En dan moet je roeien, jongen. Oké. Hey, dit is nog voor een trekkend voertuig, hè? Oh ja. Zal ik even uitleggen? Ja, doe dat. Ja. Oh, jongens, wat is het toch vroeg? Ja. Het is echt. Het is nog een beetje donkerig. Maar we gaan weer met het bootje. Met het racemonster en met de boot. Want Hans is natuurlijk echt een racemonster. Toch? Nou. Racemonster Halsey. Ja, dat is wel wat af. Ja, precies. Lekker gestroomlijnd. Ja. En bruin. Ja. We zijn wel lekker melig vanochtend. Maar wat we zo meteen gaan doen. In de ochtend vroeg gaan we proberen op Roofplein. Dat was Hans. Hans had een ideetje. Die zegt, ja, we moeten echt vroeg zijn. Hebben we een plekje en dan kunnen we kijken of we een roofvlijn kunnen vangen. Dat is gelukt, dat vroeg. Dat is... Ja, vroeg is gelukt. En dan gaan we even kijken. Echt, het is zo vet. Roofvlijn is misschien wel een van de meest... Of het auto naar voren. Oh, Hans doet even de auto naar voren. Ja, roofvlijn is misschien wel een van de meest agressieve vissoorten van Nederland. Het is een vis die kleine vis eet, maar dat echt explosief pakt. Dus dat is heel vet. Ik heb er heel veel zin in. En daarna gaan we misschien nog snoekbaarzen, meervallen, snoeken, baarzen. Ik weet het niet. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt vandaag. Hekkie. Het hekkie gaat open. Ja, mooi. Het is wel rustig. We zijn de eerste. Lekker man. Ja, het is ook 5:30. Hartstikke vroeg, man. Ja, joh. Hadden we er al op moeten leggen, man. Ah, man. Ik heb gewoon 2 uurtjes geslapen, ongeveer. Geslaperd. Geslepen. Gesloept. Maar ja, maakt niet uit. Hé? Hey? Ga lekker vissen. We zijn er bijna. Oei. Oei. Wat je hoort, vogels. Boten bekennen. Super chill. Volgende stikkie! Volgende stikkie! Hoor naadjes al langs die krib. Ik zou denken. Hè? Jongens, Hans had net beet. Dat is een goed teken. Echt een mooi aanbeet. Ja? Bam, ja, echt een mooie beuk. Gaaf.
Mis? Nee, mis. Die had wel. Ja. Slip stond al licht. Plerkie. Ik heb hem op een plerkie laten zakken. Op een plerkie. Hey. Wat zeg je? Op een plerkie. Je hebt het toch niet op een plerkie laten zakken, hè? Nee. Wat gebeurt er, maatje? Ja, wat is dit, jongens? Snoepbaars. Snoepbaars. Een klein snoepbaas, ja. Een klein snoepbaasje. Wat een liefje. Een liefje. Ja. Dat is een superfijntje. Oeh, wat een mooie. Kijk, van die mooie stipjes. Ja, dat is de eerste van de dag. Ja. Op een roze jasje. Ja, toch? Poepie, hè? Leuk, man. Jep. Hap, hap. Hoppla. Hé, hey, lekker bezig. Lekker bezig. Matje. Op jouw setje. Pakt hij gewoon mijn setje of dan vangt hij een vis op. Ongelooflijk, hè? Wilde ik net mee gaan vissen. Doet hij gewoon. Jongen, jongen, jongen. Eikel? Eigenlijk gewoon gestolen. Ja. Eigenlijk gewoon bij vis. Is eigenlijk gewoon bij vis. Zoek er bijna weer een. Echt? Ja. Ik zou het nou leuk vinden als we toch ineens hier ook blijven vinden. Ja. Daar moet je daar. Ja. We gaan een meerval vangen. Oké, okay, jongens, we liggen even op de meerval. Ik heb wormen eraan gedaan. Ik ga het kwakhout pakken en ik ga Hans een meerval laten vangen. Dat is het doel. Ja. Toch? Gaat het lukken? Ik ben helemaal klaar voor. Mooi. Ik heb er alleen gezien net, dus. Ja, dik hè? De grote vis. Ja. Komt hij weer hoor. Ja, kijk, hij stijgt. Kleintje. Ja. Ja, hij ligt erbij. Ja. Gaat pakken. Oh, die andere grote ligt ernaast. Ja. Een hele dikke motherfucker komt eraan, jongen. Holy shit. Hij is wel geïnteresseerd. Ah, hij is gewoon 2 meter vis. Kijk maar. Kijk hij gaat op die 2D. Kijk op die 2D. Zo. Nope. Oké, jongens. Helaas. Nog geen meerval. De stroming is er nu uit. Dus we gaan even snoekbaarzen. Hans heeft er 2 werkelijk waar monsters onder gehad. Wij denken vissen van rond de 2 meter. De PS30. Het scherm van Hans gaf aan dat ze meer dan 2 blokjes zijn. En elk blokje is een meter. Dus ja, het waren in ieder geval hele grote vissen. We weten waar ze liggen. We komen vanmiddag nog even terug daar. En we gaan nu even kijken of we snoepbaars kunnen vangen. Een visie, Hans? Ja, een visie, ja. Lekker. Ja. Mooi keertje tijd, hè? Ja. Maar een klein visie, maar ja. Snoepbaarsje? Ja, een klein snoepbaars. Leuk. Leuk. Ja, mooi visie. Zo kai tegen je? Ja. Nog een man. Lekker. Net zo. Ja. Is leuk toch? Is dat een plerkie? Dat is een plerkie, ja. Lekker man. Ik denk dat hij net laat is. Met de wedstrijd zou er soms blij mee zijn. Ja, precies. Nou, mooi. Jojo. Lekker maat. Dikke man. Ba-da-da-da. When I walk with wiggity walk, zada bidi body body bam bidi di da, ra pa pa za 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 zu za za. We hebben een visie. Een klein snoekie. Om een hele mooie baars. Nee, snoek! Ah! Nog niet? Maar het zal niet lang meer duren. Ah, ik film hoor. Ik denk dat we hem snel moeten pakken. Best kans dat hij eraf flippert. Oh, is hij perfect gehaakt. Oeh, 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 wilde bras, stop! Ah! Jeetje! Stop, 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 stop.
Hey, stop. Hey, hey. Wilde bras, jongen. Nee, kom maar hier. Hey. Oh, alles eraf. Nee. Shit. Jongens, ik loop ook gewoon te clearen. Ik krijg Snoekie erop. En ik pakte hem vast en ik voelde al mijn hand richting zijn kiel zou gaan. En hij begon te spartelen, dus ik laat hem gaan. Hij schiet onder de boot door. Breekt mijn lijn. Hoe kan dat nou? Kak. Kak, zegt Hans. Zo, het ziet er wel uit. Pak even het net, hoor. Ik denk een hele dikke snoepbaars. Als dit een snoepbaars is... Dit is een hele mooie. Zo. Twee engels in het midden. Maakt niet uit. €500. Op je muil. Ik hoop echt dat dit een snoepbaars is, jongen. Ja, dit is de goede vis. Kijk, oeh, dit is echt een goede vis. Godverdomme. Zo dan. Ja joh, ik ben toch bang dat het een hele grote snoek is. Ja. Maar ik hoop dat het een snoekbaars is. En dit is mijn PR. Dan word ik gek. Ik voel hem niet echt mokken of zo. Zo dan. Denk je? Hele grote. Verdomme zeg. Ja, dat is leuk. Zo dan. Ja, dat is een goeie vis. Ja, dat is snoepbaars. Denk je? Let maar op, ja. Echt wel. Hele grote, hè? Ja, dat denk ik wel. Een roffeltje, joh. Klein tikje erop. Mooi hoor. Komt hij een beetje mee nou? Ja. Zo. Ja, misschien toch een snoek. Ik denk dat het een beetje snoek is. Ik denk dat je wel een goede snoek hebt. Ja. Oh, lekker hengeltje hoor. Ja, heerlijk. Ja, ik denk dat het snoek van een centimeter of 90 is. Ja. Hij is er al, hè? Oeh, kijk uit voor de klanten. Hij pompt ook niet. Ja, het is een snoek. Moet uit. Een mooie snoek hoor. Ja, een goede snoek. Oh, kijk, hij is er bijna. Ja. Oh ja, mooi snoek. Dikke vis hoor. Ja, hij is een dikke 90. Brede vis hoor. Lekker hoor. Ja, mooie leuk. Vis van, Oh, vet. Hoppa. Ja. Hoppa. Hij zit erin, vriend. Lekker. Yes. Ja, ja. Kijk hier, lop. Ja, hij is echt een bak. Ik zal even, ik zet hem even neer. Ja. Oef, rond een meter denk ik. Taken, ja. Ja, is goed. Zal jij 95 of zo? Hè? Zal jij een centimeter op 95? Jongens, mooi snoek, jongens. Hoppa. Zullen we eens even meten? Mooi dikke 90. Kijk. Zie je het? 95. Ja. Mooie vis hoor. Kijk, in de bloed is van mij. Mooi vis. Visje markeert niks verder. Mooi brede riviervis. Ja, echt mooi hoor. Schitterend. Ja. Zal ik hem eens even pakken? Ja, dan pak jij hem even, jongens. Jouw vis.
Kijk, ja, jongens. Kijk, dit is echt de beste hoor. Dikke bak, joh. Gaaf. 90. Mooi gave vis. Zeker, heel blij mee. Kijk hier, jongen. Hey. Gaaf. Eerste gooitje, jongen. Ja, hey. Eerste gooitje. Super. Dat is al een aardig ideetje zo. Als hij zei, ja, gooi even naar die brug. Even naar die pijler. Even achter het paaltje. Mooi hoor. Ik had niet verwacht een snoek. Hele mooie vis. Hele mooie vis. Gefeliciteerd, maat. Mooi. Thanks. Man. Kun jij misschien nog een fotootje schieten? Ja. Top. Kijk hem ervan uitzetten. Nou, jongens, daar gaat-ie. Hij wil heel snel. Kom maar even. Hier zo. Echt een mooie vis hoor. Ja, schitterend. Hoppa. Yes. Hij zwaaide. Mooi man. Lekker. Gefeliciteerd, jongen. Het is een mooie vis. Ja, heel blij mee. Heel blij mee. 1 minute 37 seconds later. Kijk. Ja joh, mag. Komt-ie? Hoppa. Vet! Op het stenen randje. Ja, mooi. Zo. Hengel maar. Kijk jongens. Oh. Hopla. Hopla. Nou, kijk maatje, dat heb je mooi gedaan jongen. Oh, wat een mooie snoepbaars. Met de vis van een ander op de foto. Ja, dat maakt niet uit. Wel leuk hè? Ja, dat heb je goed gedaan. Hoe ging dat nou? Ja, goed. We vissen dus eigenlijk soorten met half pelagic. En die vis die zag die set en die zat er achteraan. Op een gegeven moment hield hij hem stil. Komt hij omhoog, was het bam, klapt hij er zo op. Best wel vet hè? Helemaal ja, niet zo'n grote vis, maar nee, toch wel een groot aasje. Nee, net zagen we ook al een vis, die was ook niet groot, maar ze komen er toch. Ze konden toch gewoon halen. Misschien hebben we dan toch wat gevonden nou. Ja, ik denk het toch. Misschien gaan we het nog een keer leren. Ja, lekker. Lekker man. Ja. Nou jongens, jullie zien het. Stenen. We zijn weer op het land. Hè? Ja, we zijn weer op het land. En hoe? Ja. En hoe? Helemaal, en hoe? Helemaal aan het eind. We zijn helemaal gaar. Ik heb 2 uurtjes geslapen vannacht. We hebben niet zoveel gevangen, helaas. Ik heb een hele mooie snoek. Hans nog een paar snoekbaarsjes. Ik had nog 1 snoekbaarsje pelagisch. Maar de meervallen wilde niet. We hebben 2 keer, Hans heeft 2 keer een beet gehad. Maar ja, die zette niet door. En we hebben echt mooie vissen onder ons aas gehad. We hebben misschien wel 10 stekken geprobeerd van de meerval, maar ze wilden gewoon niet. Maar ja, goed. Hoort erbij. Dat is ook vissen. Ik ga Hans in ieder geval bedanken voor de gezellige en leuke dag. Jij ook bedankt, maatje. En, dat is een mooi dagje. Wij zien elkaar snel weer. Ja, zeker wel. Dan gaan we het gewoon een keer overdoen. Zeker. Niet? Ja, gaan we doen. Zeker. Geen stroming, hè? Ja. Geen stroming, geen vis, weet je? Helaas. Nee. Nou ja, het lag er ook denk ik aan dat er weinig stroming stond vandaag. En ja, we vissen op groot water met getijdenstroom. En als het daar goed stroomt, dan is de vis ook een stuk actiever. Het was helaas niet zo. Goed, ik ga eten, want ik heb honger. Ik ga Hans een fijne avond wensen. Maatje. Ik zie je snel, maat. Jij ook, jongen. Hey, we gaan het zien. Yo? Ja, doe de groetjes thuis. Jij ook, jongen. Oké. Okay. Gaat zien. Doei, joh. Nou, dat blijft aardig hangen, hè. Eeuw. Zo. Godverdomme, zeg. Ja, dat is leuk. Zo dan. Ja, dat is een goeie vis. Ja, dat is een snoekbaars. Denk je? Let maar op, ja. Echt, man. Hele grote, hè? Ja, die denk ik wel.